Op vrijdag 9 juni werd het nieuwe Zaans Medisch Centrum geopend door commissaris van de Koning Johan Remkes. Hij deed dat in aanwezigheid van vele medewerkers, medische specialisten, genodigden en de raden van toezicht en bestuur van het Zaans Medisch Centrum. Er waren verschillende sprekers, waaronder hoogleraar gezondheidszorg Pauline Meurs, Wouter van der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur, Boris Kane, voorzitter van de medische staf en architect Ellen van der Wal van Mecano Architecten. De opening ging met spektakel gepaard en pianiste Iris Hond speelde diverse stukken en presenteerde de middag. Heel graag een heel groot applaus voor onze eerste spreker, de architect van het nieuwe Zaans Medisch Centrum, namens Mecano Architecten. Ellen van der Wal. Waarom moet een ziekenhuiskamp eruit zien als een ziekenhuis? Ik hoop dat het Zaans Medisch Centrum voor u niet aanvoelt als een ziekenhuis. Misschien doet het u denken aan een gewoon publiek gebouw. Misschien is het een beetje een mix van een foyer van een theater met een mix van een bibliotheek of een stadhuis. Menselijk, vriendelijk, slim en Zaans. Dat hoop ik dat u als patiënt, als medewerker, als bewoner van de Zaanstreek vindt van het ZMC. Menselijk en vriendelijk. Ik hoop dat u daglicht waardeert. En de groene patio's en de bijzondere vormgeving. Ik zie die ronde gaten. Misschien valt u de frisse kleuren op in het gebouw van u. Of u zit op een houten vloer. Ja, wij hopen ook vitaliteit en gezondheid te stimuleren. En dan nodig ik u ook van harte uit om straks van glijbaan te gaan. En hij gaat best hard, kan ik vertellen. Een slim ziekenhuis, dat hebben we ook gehoopt te maken. We hebben samen met de medewerkers, medische staf en verpleegend personeel en het ziekenhuis volgens de Lean-methodiek ontworpen. U kent het principe misschien, Lean denken is het voorkomen van verspilling in processen. Het ziekenhuis zit zo slim in elkaar dat als u als patiënt zo goed mogelijk wordt geholpen met zo min mogelijk verspilling. Verspilling van tijd, van uw tijd, van de tijd van medewerkers. Of te lange loopafstanden, verspilling van voedsel of te veel afval. En het mooie van Lean is, het is nooit af. Ik ben zo trots. We hebben het in 2 jaar kunnen bouwen en dat is heel erg kort voor een Nederlands ziekenhuis van deze omvang. En het leuke is dat het ook zo lijkt op Zaandam. Hè? Het Lassiegebouw is eigenlijk het voorbeeld geweest voor het ziekenhuis, wat u hier ziet. We hebben een Zaanse dame in de hal die verwijst naar de Zaanse historie, de Zaanse natuur. En dit is een op en top Zaans ziekenhuis. Dit kan maar één gebouw in de wereld zijn en we zijn er trots op. En we merken ook dat het best wennen is voor veel medewerkers en medisch specialisten en natuurlijk ook voor onze patiënten. En bezoekers, maar ik kan u wel vertellen, het komt hier goed. We hebben hier een ziekenhuis en het ziekenhuis blijft ook. En dat is zo ontzettend belangrijk voor deze bevolking. Wat is eigenlijk de winfactor voor het personeel en voor de patiënten? De winfactor is eigenlijk dat je veel kortere loopafstanden hebt. Het is in wezen, het lijkt heel groot, maar het is een kleiner en compacter ziekenhuis. En dat betekent dat bijvoorbeeld de kinderafdeling en de verloskundeafdeling heel dicht bij elkaar liggen, aan elkaar grenzen. Terwijl het in het oude gebouw helemaal op 2 verschillende plekken zat. Of bijvoorbeeld bij de acute zorg, als je plotseling iets onverwachts hebt, een ongeluk hebt gehad, dan kun je heel snel terecht bij bepaalde afdelingen in het ziekenhuis met hele korte loopafstanden. Korte lopen voor de patiënt betekent natuurlijk ook korte lopen voor de medewerker. Heel belangrijk dat dat zo georganiseerd is. Dat is niet over 1 nacht eisen gaan voor je zo'n gebouw is. Nee, daar is jarenlang over nagedacht. Heel belangrijk is natuurlijk waar gaan we bouwen. Heel belangrijk is ook, krijgen we daar geld voor? Banken moeten daar vertrouwen in hebben. De zorgverzekeraars moeten daar vertrouwen in hebben. En zo bij elkaar moet je dan het gevoel hebben, ja, alle partijen zijn er gewoon op voor. En we moesten natuurlijk wat, want het oudste deel van het oude ziekenhuis, het oude ZMC, was al 45 jaar oud. En ja, dan krijg je toch mankementen, ook technische mankementen. En dat wil je niet, want veiligheid in de zorg, dat gaat voor alles. U zei, het is een compact ziekenhuis, maar ik krijg de indruk, als ik er zo doorheen loop, dat het ongelooflijk ruimtelijk is. Ondanks die compacte opzet ervan. Ja, dat komt door de vele binnentuinen, de daktuin. En het is dus zo gebouwd dat je inderdaad het gevoel hebt dat het een haast een groter ziekenhuis is. Terwijl in werkelijkheid het omgekeerd is. We hebben 16.000 vierkante meters ingeleverd. En niemand merkt er wat van.
We hebben geen functies ingeleverd. We hebben evenveel bedden als in het oude ziekenhuis. Dat zijn er 300. En we hebben zelfs 8 operatiekamers in plaats van 6 in het oude ziekenhuis. We kunnen dus veel meer aan. Maar doordat mensen korter opgenomen zijn in een ziekenhuis, kan dat dan ook. En dus dat is het mooie, dat je eigenlijk kunt stellen, we kunnen meer aan, we zijn op de toekomst voorbereid en wat ons betreft, laten mensen maar komen. Het is een prachtig ziekenhuis geworden. En laat het ook een werkplaats zijn om anders te leren kijken, om je te laten verrassen. En ik hoop dat de bewoners van dit huis de ruimte ook gebruiken om even stil te staan, om even na te denken en andere perspectieven te kennen. Want dan wordt de zorg ook echt beter. Toen ik 2 jaar geleden gevraagd werd om stafvoorzitter te worden, heb ik aanvankelijk vriendelijk bedankt. En waarom, zullen misschien mensen zich afvragen. Nou, omdat bij mij, net als bij de overgrote meerderheid van artsen, en ik durf ook te zeggen verpleegkundigen, de haren overeind gingen staan als het onderwerp kwaliteit werd aangekaart. En als stafvoorzitter moet je daar continu mee bezig zijn. Ja, daar had ik helemaal geen zin in. Nee, laat mij in de spreekkamer, daar waar de essentie is. 2 mensen waarvan 1 in nood. Kwetsbaar en vol angst. Laat mij die persoon helpen. Laat me speuren naar de ziekte. Laat me uitleggen. Laat me geruststellen. Laat me behandelen. Laat me hem of haar desnoods begeleiden in een leven met gebreken. Of zelfs op weg naar een zachte dood. Maar vermoei me niet met kwaliteit. Afvinklijsten, administratie, registratie, verantwoording aan personen en instanties die slechts oog hebben voor de vorm en niet de inhoud. Slechts aandacht voor de letters en niet het gedicht, niet de ethiek. En dan helemaal niet voor de kunst. De geneeskunst, het hart van de geneeskunde. Het hart van de arts en de verpleegkundige die elke dag no-nonsens niet lullen maar poetsen. Maar die behalve een hoofd ook nog gebruik maken van een hart. Maar de ene tijd aandringen van anderen en ook nadenken van mijzelf, kon ik inzien dat, luisterend naar mijn fluisterend hart, bovenstaande of genoemde negatieve gevoelens en gedachten mij eigenlijk wezen op een diepere waarheid. Ik als arts, wij als artsen, zijn het vak kan uitoefenen dat we doen, juist met kwaliteit en veiligheid als belangrijkste drijfveer. De trots van de dokter komt voort uit beroepseer en die stoelt op bewust en ethisch handelen. En mijn hoop was dat het toch mogelijk zou moeten zijn om dat kwetsbare proces in de spreekkamer te beschermen tegen dat gecultiveerde wantrouwen, waar zoveel van ons op afbranden. Kwaliteit zou weer aan ons moeten toebehoren en niet aan de anderen die ons slechts en niet ten onrechte ter verantwoording roepen. Kwaliteit in de spreekkamer vergt de kwaliteit van de organisatie. En toen was er geen ontkenning meer aan. Daar zullen we dus ook af en toe voor uit de spreekkamer moeten komen. En met die missie ben ik stafvoorzitter geworden. En met dat gevoel laat ik het oude ziekenhuis, waar ik veel mooie herinneringen heb, achter me. En met die positieve gedachten betrek ik dit nieuwe paleis. You're not so staan.
Ja, ziekenhuizen gaan in Nederland inderdaad ongeveer 40 jaar mee. Wij hebben sowieso 25 jaar gecontracteerd, ook met de mensen die de energie voorzien en de techniek beheren. Maar u moet denken aan ongeveer 40 jaar, waarbij je midden in die 40 jaar een groot onderhoud doet, om het zo maar te stellen. Dat is eigenlijk de regel in Nederland. En wat je ook heel veel ziet, is dat ziekenhuizen steeds kleine beetjes erop vastbouwen. Dat gaan wij niet doen. Wij zorgen ervoor dat we dit gebouw compleet in stand houden in al haar Zaanse mooiheid. En ik kan u vertellen dat het gaat nog verder. U hebt een zorgboulevard met een revalidatiehotel. Maar ook heel belangrijk is de oogkliniek. We hebben verloskundigen die daar hun werk doen. Winkeltjes. En er komt natuurlijk een Albert Heijn aan vast. En ja, ik kan het nu wel misschien verklappen voor u. We worden het eerste Albert Heijn ziekenhuis van Nederland. En dat betekent dat we gaan samenwerken op hele bijzondere voedingsconcepten. Om na te gaan van hoe kunnen we mensen die ziek worden, ja, uit het ziekenhuis weghouden. Dat is eigenlijk de grote uitdaging. Volgens mij zie ik een hele trotse voorzitter van de Raad van het Bestuur voor me staan. Nou, dat is gewoon waar. En ik vind het heerlijk. En al die warmte en die aandacht. En ja, we gaan gewoon voor goede zorg. Want uiteindelijk gaat het niet om een gebouw, maar om goede gezondheidszorg.